Hallo mensen van mijn kanaal, we gaan vandaag verder met een nieuwe Lara Croft Tomb Raider. Ik ben er eindelijk achter wat we moesten doen. Je moet dus met rechter muisknop en dan moet je op de middelste muisknop drukken, dan schiet je met je gifpijlen. Dus ja, we zijn een beetje keihard gefaald. Optionele uitdaging, stomp in de muur. Oeh. Oh man, dat is zoveel coole dingen die je hier kan doen. Oh. Maar ja, hoe kom je dan bij zo'n tombe terecht? Oké. A Byzantine war galley. How the hell did it get down here? Dat weet ik niet. Vraag je aan mij hoe dat zo'n ding hier terecht is gekomen? Als ik niet eens af weet hoe we hier terecht zijn gekomen. Nou, ik weet niet. Ja, nee, als het goed is zijn we nog steeds in Siberië. Ja, dat ziet er ook niet al te betrouwbaar uit. Maar met mijn super... It's Mongolian. They passed through here. I must be close to the lost city. Ja, dat wou ik net zeggen. Oh wait. Dat wouden wij gaan doen. Oh! Ja, we gaan het gewoon doen, mensen. Oh, hey, we hebben hier gelijk een potje. Nou, we hebben XP. Wat kun... Oh, met XP krijgen we levels omhoog. Oké, okay, cool. Oké, Oh shit, dit ziet er wel echt zo cool uit. Mensen, we gaan op een avontuur. Het schip roept ons van binnen. Een soort van. Ja. Ik heb geen idee wat we aan het doen zijn, maar we hebben iets aangezet. Of positief is of negatief, niemand weet het. Oh, hey, om te verzamelen. Wat hebben we verzameld? Oh, hier zit nog iets. Oh, we hebben... Huh, hoezo krijgen we Griekse levels? We zaten toch in... Mongolisch gebied. Nog steeds klinkt het super raar, mensen. Oh, oh wacht eens even. Oh, oh, hier kunnen we iets doen. Kom. Juist, ja. Oké, dit ging niet helemaal als gepland. Ja, wacht even. Oh. Oh, maar hoe dan? Hoe val ik hier vanaf? Dat is een... Ja, vallen. Got to crack the ice somehow. Oh, wacht eens even. Even denken. Oh man. Oh, wat doe ik moeilijk zeg. Dit straalde gewoon al uit van goh, hij moet hierheen. Ja. Oké, okay, ho, ho, we zijn niet zo erg dood. Hoe moet ik dit gaan oplossen dan? Dit is zo'n puzzel waarvan ik waarschijnlijk veel te lang vast zit. Oké, okay, na intensief speurwerk hebben wij ontdekt dat je hier toch omhoog kon. Maar wij zijn gewoon aardappels en daarom falen wij best wel hard met dit soort puzzels. En indirect had ik wel een beetje gelijk, maar ja. Hey, ik heb geen bananen. Oh shit, oeh. Ja, nou wil ik toch wel even op het land komen. Cool. Kijk, nou komen we verder. Dit hadden we al wel ontdekt namelijk. Dus, wij konden zo, naar boven gaan. Even kijken, kunnen we dan... Nee, nee, we moeten duidelijk hierheen. Kijk, hier. Easy peasy does it. Oké, okay, dan kunnen wij hier aan draaien. Zo. Oké, okay, ho. Ik heb geen idee of dit goed is. Oh. Oké, ja. Oké, wacht eens even. Oh. Deze moeten we... Oh, wacht even. Ho, ho, ho. Ik denk dat ik weet hoe dit moet. Kijk, we draaien hem helemaal naar beneden. Dan gaat dat ding omhoog en dan kunnen wij er ook om op springen. Zoiets moet het volgens mij voorstellen. Oké. Okay. Ja, let's go, let's go, let's go. Nee, 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 nee. Ho, 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 ho. Draai hem terug, draai hem terug.
we maken zo, dan hoppen we zo en dan... Ja, je snapt het denk ik wel. Oké, ho, ho, schiet op, schiet op, schiet op. Oh. Nee, nee, pak dan dat ding vast. Verdorie, ah mijn god. Hé, mensen, het is eindelijk weer gelukt, toch? Got it. Now to find out what's up there. Nou, let's go. Hé, dan kunnen we eigenlijk via deze kant nu naar boven gaan. Oh, jongens, je wil niet weten hoe lang ik eigenlijk al volgens mij bezig ben met deze aflevering. Maar je ziet er weer zo... Ho, ho, ho. Pak dat ding toch vast, joh. Je ziet waarschijnlijk echt maar een kwart van de totale speeltijd die ik hier in kwijt ben geweest. En dat allemaal om deze stomme tombe op te lossen. Beter krijgen we echt... Oh, één zieke loot of zo. Anders ben ik zo teleurgesteld hierin, hè. Oké, dan kunnen we hier weer opklimmen. Kijk. Dit lijkt er meer op, dames en heren. Oh, hé, wacht. Why were they carrying so much wealth with them? Kijk hier, dit was het. Hier zat iets. Even kijken. Wat hebben we hier? Oeh, eeuw. Oh, plundertijd! Ik hou van plunderen. Hatskidee. Shashayom! Het is de almachtige... Waarom zit er natuurlijk echt gloed van het? Details the archery techniques of the foes of the Byzantine Empire. Dus je wil zeggen dat ik nu oude vaardigheid. Yay! Schiet snel tot twee pijlen achter elkaar zonder een boog eerst aan te moeten spannen. Schiet pijlen achter elkaar door de linkermuis snel in te drukken en los te laten. Holy shit! We hebben superveel... Oh, dit was het? Dit was het. Yay! Waarschijnlijk wordt dit een grote graftombe aflevering. Maar... Oh, hey, daar zit nog iets. Schatkist ding. Kaart bijgewerkt. Kijk, dat is allemaal wel cool, hè? Hey. Ook nog zo'n stom tonnetje erbij. Moet toch niet gekker worden hier? Let op, we kunnen zeker... Ja, we kunnen in één keertje door, dames en heren. Oh. Hoppatee. Het is net alsof we niet weg zijn geweest. Hey. Byzantine brooch. Oké, cool. Wat, krijg ik daar nog iets van mentaalkennis bij? Of is het gewoon, dat was hem? Oh, cool. Yes, we zitten er ook weer in. Ik ga niet meer springen. Dat gaat... Nou, dat gaat toch best lekker nog. Eerlijk is eerlijk. Even kijken. Hop, twee. Mis ik iets? Nee, niks gemist. Ho, ho. Dit gaat met het... Oh, dat ging best vlekkeloos. Nou. Komen we eigenlijk ooit nog gevaarlijke beesten tegen hier? Oh, nee, wel onder water. Oh shit, dit is niet wat ik had gepland. Oh, oeh. Oeh, hier gingen we bijna dood. Maar we hebben het overleefd. En we zijn niet mega. Weer Russisch, hè? Waarom leer ik zoveel over Russisch? Ik kan niet shake the feeling that. Ja, ja, het is een zwetlover. Daar hebben we een dingetje, dus daar moeten we waarschijnlijk ook weer heen. Hoppatee. Oh. We hebben hier... Nee, nee. Dit valt nog best mee. Ik had echt verwacht van... Nou, zo. Hé. Hey. Nee, hier kunnen we niks mee. Sovjet-installatie. Is onze PC nu Russisch geworden? En dan hebben we alleen maar... Snervenis, knif. Resnov. Nee, dit is gewoon... Hé. Hey. Waarom is er... Oh... I'm not your enemy. Zegt that remains to be seen. Hey, oh, Sophia. I killed them to survive. I suspect you did too. How long have they been here? Days, at most. Okay. The invaders took many of my people prisoner. You should leave this place.
before it's too late. Ja, maar mevrouw, ik moet een gekke schat vinden. I came here for something important. So did they. If I see you again, I'll put an arrow in your throat. Dat hebben we al gedaan, mevrouw, dus. You and I are on the same side. I hope I can prove that to you. Oké. Zo, jezus. What's going on down there? Ze is in één keer weg. Die zijn hoezo die aankomen. Zo, wat spannend. Eén ding is zeker, dat is goed aan het fikken. En we zijn weer bij een kamp, dames. There are people who live out here. Nee, we kunnen... Munitie, kunnen we nog iets van pijlen bouwen? Nou, hey, we hebben alles tot max gedaan nu, dus dat is ook een voordeel. Tas voor pistoolmunitie? Nee, daar hebben we allemaal niet genoeg voor. Mensen, ik denk dat ik het hierbij laat. Ik ben super lang eigenlijk al mee bezig geweest. Ik denk dat we al gewoon op 35 minuten of zo zitten. Hoe lang ik bezig ben geweest met die stunt en die stom tombe. En allerlei andere momenten waar ik vast heb gezeten. Maar dat boeit jullie helemaal niks, want dat zit eruit geknipt. Dus mensen, ik bedank je voor het kijken. Vond je het leuk? Duimpje omhoog. Je kent de reader al wel. Volgende keer gaan we verder.